Intake. Doorspreken van het verleden waarin ik ben begonnen met tennis tot nu, plus volleybal er nu bij. Ja. Ik kan me herinneren dat het lastig was om alle informatie terug te halen. En bedenken van een concreet doel voor wat ik zou willen bereiken had ik vooraf totaal niet. Tijdens dit gesprek ontstond het doel plezier hebben ogenschijnlijk spontaan. Achteraf denk ik dat dit voor mij juist het perfecte doel was en dat doel dus niet spontaan ontstond, maar gewoon weg klopte. Oké. Want ik was mezelf helemaal niet zo bewust van dat ik geen plezier had op de baan. Waar ik mezelf wel bewust van was, is dat ik gewoon vaak stond te schelden en dat ik boos was op mezelf en dat ik baalde. Maar ik heb daar helemaal niet gelinkt aan dat ik geen plezier had op de baan. Daar dacht ik helemaal niet over na. En dat kwam in dat gesprek wel terug naar voren.